Een experiment is eigenlijk het doen van een proef om antwoord te krijgen op de vraag: wat gaat er gebeuren als? Een experiment kan ook worden gebruikt om een stelling of verwachting te bewijzen. Dit noemen we een hypothese. Denk bijvoorbeeld aan een experiment om te kijken of een chimpansee een taal kan leren. De hypothese luidt dan: een chimpansee kan een taal leren. Wow. Je kunt natuurlijk ook een experiment doen of het aantal files minder wordt als automobilisten niet harder mogen rijden dan 80 km per uur. Kijk, dat zijn de betere experimenten. Met een experiment onderzoek je of het idee of de oplossing die je hebt in de praktijk ook echt werkt en hoe het dan zou werken. Je test dus eigenlijk een door jou bedachte oplossing voor iets. Met een experiment kun je dus eigenlijk bewijzen of iets wel of niet kan werken in de praktijk. Wat je nodig hebt om je experiment uit te voeren is natuurlijk afhankelijk van je stelling. Als je iets scheikundigs wil onderzoeken, dan duik je het scheikundelokaal of het kabinet in. Als je een psychologisch experiment uitvoert, dan heb je misschien wel een testgroep en een controlegroep nodig. Zo bepaalt je stelling en het vakgebied waarbinnen het experiment valt wat je nodig hebt. Maar een goed experiment valt of staat bij een duidelijk gekozen hypothese. Een experiment met als hypothese van regen wordt je nat, zal je nooit een voldoende opleveren. Oké, flauw voorbeeld, maar het toont wel aan dat een goede hypothese belangrijk is om een goed experiment uit te kunnen voeren. En om het nog makkelijker te maken, tips waar je op moet letten bij een experiment. Beschrijf je onderzoeksvraag zo goed mogelijk, want dat is het beginpunt van je experiment. Denk daarna goed na over de stelling die je wilt testen. Een te makkelijke of juist onhaalbare hypothese levert geen nuttig experiment op. Daarnaast is een goede voorbereiding essentieel. Denk vooraf goed na welke problemen je tegen kunt komen tijdens het experiment, zodat je er tijdens het experiment sneller op in kunt spelen. Let ook op het proces. Maak een duidelijk stappenplan en leg de stappen die je uitvoert goed vast. Dus niet alleen de feiten en de reacties, maar ook hoe je het doet. Slim om daarvoor je mobieltje te gebruiken voor filmpjes of veel foto's. Die zijn weer handig als je jouw experiment later wil uitleggen aan anderen. En, zeer belangrijk, als je een gevaarlijk experiment uit gaat voeren, let dan goed op de veiligheid. En mocht je het nog een keertje terug willen zien, druk dan gewoon nog een keer op play. Ik zie je, doei!